Hein Hendricks, op het stembureau in Ulbroek, Sint-Tunis. Ja. Land van Kuik is aan het stemmen. Tot jullie ervaringen tot nu toe? Ja, het loopt langzaam wel door. Dit is het eerste jaar dat we hier in Ulbroek kunnen stemmen weer. Dus ik kan ook niet zo goed inschatten of het nou meer is als normaal. Want omdat dit de eerste keer is, weet ik niet of alle mensen weten dat ze hier kunnen stemmen. Heb je het gevoel dat het allemaal een beetje anders is, een beetje anders aanvoelt? Het is geen Tweede Kamer, het is niet... Nee, ja, eigenlijk is het gewoon zoals van oud. Mensen komen stemmen en dan zijn ze wel weg. Het lastige is de corona. Dat is blijft hetzelfde als met de Tweede Kamer. Dat is toch minder handig. Dus, Wat zijn die beperkingen? Ervaren je dat mensen het lastig vinden om iets te spreken? Nee, het is gewoon lastig met een mondkapje om identiteit vast te stellen. En iedereen moet zijn handen desinfecteren als ze binnenkomen. Jullie hebben geen enkele inschatting tot nu toe van, dat gebeurt natuurlijk bij stemmen, dit is allemaal voor iedereen persoonlijk, hè? Wat je hoort of ziet? Wij zien als het goed is helemaal niks wat stemmen, dat is de bedoeling. En ik heb ook niemand gezien die al zei van ik ga hierop stemmen of hierop stemmen. Er is een meer gelegenheid geweest, hè? Afgelopen maandag en gisteren dinsdag. Ja. Heb je een idee of daar veel gebruik van gemaakt is? Ik heb gehoord van niet, maar dat weet ik niet. Daar ben ik niet bij geweest. Jullie hebben nog een klus dadelijk, is het tellen? Ja. Dat kun je pas na 9 uur mee beginnen? Ja, dat kunnen we pas beginnen als de stembus dicht is. Dus dan, en er wordt middernacht? Ik denk dat het hier wel meevalt. We zitten nu op ongeveer 300, dus als het zo doorgaat, dan halen we dat wel voor middernacht. Rien van der Steeg op het stembureau in Wangrooi. Waar heb je al ergens een indruk van gekregen? Nou, onder andere van de mensen in Wangrooi. De vriendelijkheid en de vriendelijke ontvangst hier in Wangrooi. We worden in de watten gelegd, dus mensen zijn heel aardig, volgen de instructies goed op. En het is een plezier, zeg maar, om hier op het stembureau te zijn. Heb je ook een indruk van de opkomst? Kun je dat ergens voelen? Ik heb vaker in Mario op het stembureau gezeten. En toen zaten we op het einde boven de 2000 mensen die hun stem uit hadden gebracht. En ik geloof dat we nu op 550 stemmen zijn. Het is nu 5:30, dus er kunnen er nog wel een paar honderd bij komen, maar het is aanmerkelijk minder. Ja. Op een andere plek werd vastgesteld dat het vooral toch de wat oudere generatie was die de stem uit kwam brengen. Dat hebben wij hier ook vastgesteld, dat klopt. Weinig jongeren. En wat je zo hoort is ook dat jongeren niet goed weten op wie ze moeten stemmen. Dat ligt lager en het zijn voornamelijk oudere mensen die komen, ja. Ja. Over de uitslag kun je nog niks zeggen, ze hoort dat natuurlijk ook. Jullie zitten hier al de hele dag en straks het tellen, wordt dat middernacht? Mag hopen van niet. We hebben hele deskundige tellers en ik hoop dat ze zich niet vertellen. En dat we in ieder geval aan één keer tellen genoeg hebben en dat we... pakweg rond 10:30, 11:00 toch klaar zijn. Ja. Als jullie verder niet zoveel indrukken hebben, ook niet van de andere huidige gemeentes, dan gaan wij het daar nog even vragen. Dat lijkt me heel verstandig, want wij weten er niks van. We zitten hier in een cocon Wangrooi, zeg maar. Thomas Vloed op het stembureau in Ledakker onder de rook van Sint-Tunis. Wij hebben op andere plaatsen gehoord van... dat er vooral veel senioren komen stemmen. Hoe is dat hier? Een schatting, een inschatting. Dat is een goede vraag. Ja, Ledenakker is natuurlijk al een dorp waar relatief gezien veel senioren wonen. Ik denk, ik zie hier nou toevallig, komen net heel wat jonge mensen binnenlopen. Maar ja, ik denk 80-20 senioren jongeren. Dat is een schatting. Dat durf ik niet te zeggen. Daar houden we niet bij, uiteraard. Ja. Nee. We hebben ook gehoord dat die opkomst, een schatting opnieuw, ongeveer 40% zou zijn.
van de stemgerechtigden. Kun je daar iets bij voorstellen? Ja, als ik even spreek. Ik zie dat we hier nu precies 200 mensen gestemd hebben. En volgens mij zijn er in Ledenakker heeft ongeveer 700 inwoners. Ik denk ongeveer 600 stemgerechtigden dan. Ja, dan zitten we nu op een derde. Het zal wel kunnen kloppen dat we richting 40% gaan. We hebben nog 3 uurtjes te gaan. Dus, Hebben jullie nou ook een beetje een ander gevoel? Je hebt dus vaak op een stembureau gezeten, bijvoorbeeld bij Tweede Kamerverkiezingen. Van ja, voor de mensen komen toch op een beetje op een andere manier binnen of kijken anders? Of het is het allemaal hetzelfde? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk zelf, want dat is een persoonlijke mening, dat de lokale partijen nu wel meer stemmen gaan krijgen als bij de landelijke verkiezingen. Want toen was het hier bij het tellen was ongeveer 1/3 VVD. Nou, dat gaan we denk ik vandaag niet halen. Ik denk wel team lokaal en misschien CDA, omdat die wat jongere mensen op de lijst hebben staan. Maar dat is puur een persoonlijke. Er zijn nog een paar uur te gaan, zeg maar. Tot 9 uur gaan jullie door. En dan begint het lastigste werk? Ja, wat is lastig, hè? Kijk, als alles meteen klopt, dan zijn we zo tegen 11 klaar, hoop ik. Dat was in ieder geval in maart, was onze ervaring dat we om 11:15 volgens mij alles geteld hebben. Ja. Maar dan klopt alles meteen de eerste keer. Kijk, als je een verschil hebt, dan moet je weer hertellen. En dan kan het snel een half uurtje of 3 kwartier langer gaan duren. Maar wij hopen hier tegen 11 uur wel klaar te zijn. En zijn jullie ook heel erg benieuwd naar de uitslag? Want dit is toch een uitzonderlijk gebeuren met die gemeentelijke herindelingen. Ja, daar ben ik ook persoonlijk wel heel erg benieuwd naar. Ja. Maar we gaan het afwachten, we gaan het zien. Daar sta je dan, Lydia Vrij, op het stembureau in Stevensbeek, een hele lange dag. Dan vragen wij naar een opkomst. Kun je iets inschatten? We hebben nu ongeveer 214 stemmen zijn uitgebracht. Ik denk ongeveer tussen de 25% en 30% dat we opkomen. Ja. We hebben op een andere plek al iemand horen praten over 40%. Mm-hmm. Dat zou het gemiddelde zijn als de gemeentes opnieuw ingedeeld worden. Ja. Misschien heb je dat ook iets van gehoord. Ja, dat klopt. Bij gemeentes die recent zijn heringedeeld, heb je inderdaad, zie je getallen als 30-40% terugkomen, soms 50%, maar dat zijn wel de aantallen die worden genoemd, ja. Ja. Wat we ook gehoord hebben is dat de stemmers globaal genomen senioren zijn. Hoe is dat in Stevensbeek? Ja, dat is hier ook wel zichtbaar. Toevallig zeiden we tegen elkaar, de groep stemmers tussen de 25 en 50, die zijn echt wel minder vertegenwoordigd. Ja, het is echt wel boven de 50 en af en toe wat jonger inderdaad, begin 20. Maar de groep tussen 25 en 50, die zien we hier ook wat minder terugkomen. Ja. Zou je daar een verklaring voor kunnen geven als je kijkt naar de jeugd die dan minder hier aanwezig is? Nee, we hadden eigenlijk gehoopt dat ze nu nog zouden komen, omdat ze overdag aan het werken zijn en nu nog komen. Ja, misschien dat het ook wat corona-effect is. Het zijn vaak ouders van jonge kinderen en misschien dat zij in quarantaine zitten. Dat zou een bijeffect kunnen zijn. Ja, meer redenen kan ik zo ook niet bedenken. Nee. Jullie zitten hier de hele dag. Merk je ook dat het anders is dan anders? Je hebt de Tweede Kamerverkiezingen. Of ja, het is stemmen en iedereen doet zijn ding. Nee, het is de mensen die komen, daar is het niet anders voor. Daar is het gewoon inderdaad, het gaat hier eigenlijk heel gemoedelijk, heel plezierig. En het is niet voor mensen niet anders of ze nu stemmen of voor Tweede Kamerverkiezingen. Nee. En dat gevoel hebben jullie dan eigenlijk ook? Ja, je merkt eigenlijk niks, het is gewoon stemmen. Ja, voor ons is het hetzelfde eigenlijk. Ja. Vanmorgen om vroeg begonnen en dadelijk nog tellen. Ja. Dat is te doen voor Stevensbeek, het tellen. Ja, tenminste als het er nu naar uitziet dat we inderdaad dadelijk tussen de 250 en 300 stemmen verwachten we uitkomen, dan is dat zeker heel goed te doen. Overzichtelijk. Wil je persoonlijk ook weten van, nou, ik wil die uitslag toch ook wel zo gauw mogelijk zien. En hoe liggen de kaarten? Ja, ik ben wel nieuwsgierig, maar dat is als inwoner natuurlijk van
het toekomstig land van Kuik, maar ik ben ook werkzaam bij de gemeente, dus het is ook wel interessant om te weten hoe dat eruit gaat zien. Waagt dat nou heel erg door het gemeentehuis heen? Oei, de verkiezingen hebben we alles op orde. Ja, leeft wel, omdat vanuit de gemeente heel veel mensen betrokken zijn bij de verkiezingen. Zowel de organisatie als ook de bemensing van de stembureaus. Dus het is wel echt een project wat leeft, maar ook wel vanuit de politiek krijg je dat natuurlijk meer. Vanuit de colleges, dat is natuurlijk wel iets wat zichtbaar is. Ja. Ja.